Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom jongens en meisjes ook bij de 68ste aflevering van Licht op Leiden. Vandaag hebben we natuurlijk net als alle andere keren een heel bijzondere gast. Het is vandaag hervormingsdag, Jeroen. Kijk eens aan. En het kan eigenlijk niet mooier om jou vandaag te gast te hebben. Het is overigens ook Halloween en het is ook Keltisch Nieuwjaar en het zijn allemaal onderdelen die op de een of andere manier wel aan jou zou kunnen zijn. Voorkomen, absoluut. En overigens begint ook vandaag de wintertijd, maar daar heb je geloof ik niet zoveel mee. Nee. U heeft al gehoord, dames en heren, mijn gast vandaag is Jeroen Windmeijer. Leiden heeft een heleboel beroemde zonen gehad en heeft ook nu heel veel beroemde zonen. En één daarvan zit nu tegenover mij, Jeroen Windmeijer, een gelauwerd en gevierd auteur. Opgegroeid in Leiden, niet echt helemaal, maar toch wel voornamelijk. En Leiden speelt ook een heel belangrijke rol in jouw werk en in je leven. Daar gaan we het vandaag over hebben. Leuk. Hartelijk welkom, Jeroen. Dank je wel. We beginnen met een klassiek altijd de vraag, waar kom je vandaan, hoe zit het in elkaar, hoe is het zo gekomen? Dus we beginnen met de foto's die jij aangeleverd hebt, kijk. Ik was de vierde in een gezin van uiteindelijk 5 jongens zouden worden. Ja. Wij heten allemaal Maria, dus een goed katholiek gezin. Mijn moeder had 10 broers en een zus. Mijn vader had 11 broers en zussen. Dus dat was nog de goede oude Roomse tijd. Beetje nog erop, 5 kinderen. Dus, ja, ja. En dan na mij werd nog een broertje geboren, Martijn. Wie zijn Frederik, Antonius en Maria? Dat is vast vernoemd, of niet? Ja, Frederik was mijn peetoom, Antonius was mijn opa en Maria, wij heten allemaal Maria. Wij heten allemaal Maria, ja. Alle katholieken heten Maria aan het eind. Ja. Dus, en, dan, en de volgende heb ik een mooie foto van je. Daar lig je. Ja, dat is de allereerste foto die van mij is genomen. Ben ik geboren in het katholieke Hippolyte ziekenhuis in Delft, natuurlijk. Ja. Dat is mijn moeder, die helaas 10 jaar geleden is overleden, maar op 76-jarige leeftijd. En toen begon er een spannende tijd met jou, hè? Ja, het was zelfs zo dat na 4-5 maanden werd ik ziek. In Delft konden ze niet goed achterkomen wat het was. En eigenlijk hadden ze me daar opgegeven. Ze hebben tegen mijn ouders letterlijk gezegd, we kunnen uw zoon gaan kisten aan het eind van de dag. Zo. Wat een ongelooflijk harde mededeling is aan ouders. En toen zijn mijn ouders eigenlijk ook vanzelfsprekend overstuur geraakt. Die hebben op eigen kosten een ambulance ingeschakeld en mij naar het AZL laten brengen. Echt het huidige LUMC, ja. Tegen de keer in ja, de helft? Ja, die gingen daar niet mee akkoord. En toen ben ik hier in wat gebouw 5 is, wat later de faculteit Sociale Wetenschap is geworden, heb ik 5-6 maanden gelegen. Ze wat kwamen erachter dat ik hersenvliesontsteking had. Oh, ja. En als door een wonder ben ik daar doorheen gekomen. Ik had een leeftijdgenootje dat ook op de kamer lag, dat is komen te overlijden. Ja. Maar toen ik na 5-6 maanden werd ontslagen uit het ziekenhuis, kwamen er zelf artsen van andere afdelingen kijken om afscheid van mij te nemen, omdat ik een soort medisch wonder was in hun ogen. Ja. Is het Hippolytus nog terug geweest bij je? Daar heb ik niet meer van gehoord. Niet meer gehoord. Nee. En het bijzondere was, ik denk als je de volgende foto ziet. Ja. Voor mij is dit het moment dat ik weg mocht uit Leiden. En wat voor ons zo bijzonder was, of voor mijn ouders eigenlijk, later ben ik culturele antropologie gaan studeren in Leiden. En dat was uitgerekend in FSW. In dat gebouw waar ik als kindje heb gelegen. Ja. En later ben ik als antropoloog gepromoveerd. Ja. Dus voor mijn ouders was het natuurlijk onvoorstelbaar dat ik zonder hersenletsel of iets dergelijks dat heb overleefd. Dat ik later promoveerde in het gebouw waar ze me 5-6 maanden lang natuurlijk bezocht hebben als kindje. Ja. En daarom heb ik mijn proefschrift ook aan mijn ouders opgedragen. Er staat ook aan mijn ouders die voor Leiden kozen. En veel mensen denken natuurlijk dat het was dat ik in Leiden moest gaan studeren van of iets dergelijks. Maar als mijn ouders toen niet voor Leiden hadden gekozen, was ik er niet meer geweest. Ja, waarop je nog maar weer bewezen ziet dat je erg bij de hand moet zijn als patiënt om het soms toch wel, goed te toch krijgen. Wat, ja. Je kunt natuurlijk, zeker in die tijd, waren mensen natuurlijk toch wat vaker geneigd om de arts dan te geloven op zijn witte jas. En zijn daar op een goede manier tegen de opstand gekomen. Nou, gelukkig. Je zit hier en gezond, mag ik hopen. Uiteindelijk komt er dus een gezin met 5 jongens. 5 jongens, daar komt een foto van. Kijk, daar zitten ze allemaal. Wie ben jij? De tweede van rechts. Daar. Je bent de jongste of niet? Ik ben de ene jongste. De tweede van links is Martijn. Die werd 11 maanden na mij geboren. Ja. En dan hebben we ook nog een foto dat je gaat in Delft op school. Ja, middelbare school in Delft. Nou, dit was natuurlijk nog lagere school. Ja. Hier was ik denk 6 jaar oud misschien.
Op de Sint-Jozefschool, natuurlijk katholieke basisschool, waar de pastor ook één keer per week godsdienstles kan geven. Ik denk dat we op de volgende foto kunnen zien. Dat is typisch zo'n klassenfoto, vierde klas, dat zal nu groep 6 zijn, die veel kinderen uit die tijd hebben. Ja. Allemaal de blonde koppies. We hebben nog een foto, kijk hier ben je. Ja, dan ben ik in groep klas 6, dus nu groep 8 zou dat zijn. Ja. Met een soort colbertje aan, jasje aan. Ik vraag aan jou en aan ook de kijkers om even nu vanaf nu op het kapsel te letten. Ja, dat wordt steeds meer krullen gaan er ontstaan. Jij weet waarschijnlijk wat ik bedoel. Ja. Er komt nog een foto van je van het gezin. Kijk, hier zit die ouders. Mijn ouders 25 jaar getrouwd. Ja. Mijn ouders zijn uiteindelijk 61 jaar samen geweest. Hè. Toen kwam mijn moeder te overlijden. Dus wat voor vak deed je vader? Wat voor mijn vader was leraar Duits. Ik denk bijna 40 jaar aan dezelfde school verbonden geweest, Paulus Mavo in Delft. Ja. En mijn oudste broer is geboren in 1960, mijn jongste broer in 1970, dus we hebben in 10 jaar tijd keurig 5 zoons gekregen. Jij bent van 69? 69, ja. En dit was nog de tijd dat toen mijn ouders een jaar getrouwd waren en er nog geen kind was, dat de pastoor ook echt op bezoek kwam om te vragen waar het nieuwe katholieke kindje bleef. Ja. En je moeder, werkte die ook? Nee, eigenlijk als huisvrouw. Ja? Ze was coupeuse in die tijd, dus ze maakte kleding. Ze heeft ook altijd onze kleding gemaakt. Dus zij had eigenlijk een volle taak natuurlijk aan aan het huishouden van 5 zoons of van 6 mannen. Ja, precies. Ja, nogal een taak, dat mag je wel zeggen. Je hebt nog een foto van onvermijdelijk als je op een katholieke school zit. Ja, carnaval. Ja, in midden is de prinses en wij waren haar twee adviseurs. En waar was dit? Ja, Delft, we zaten op een Jezuïetencollege, waar ook de paters ook nog echt op het terrein woonden, in zo'n man-en-broederhuis. En die gaven dan in het algemeen, gaven ze catechese. Ja. Een enkeling gaf misschien biologie of iets. Maar was dat, hoe heette die school ook weer? Ja, Stanislascollege. Stanislascollege, Met een eigen kapel ook. En een ontzettend fijne school. Ik heb later leraaropleiding maatschappijleer gedaan. Toen heb ik nog een jaar stage gelopen zelfs. Mooi. Hier doe je examen bij de volgende foto. Ja, dit zijn... Met de papieren in de hand. Ja, vrienden uit die tijd inderdaad. En dan ga je de wijde wereld in. Absoluut. En je gaat op kamers. Mijn eerste kamer inderdaad. Let op het haar, zou ik zeggen, weer. Wie is dat ernaast? Dat is Igor Boog, die is nu docent statistiek hier bij culturele antropologie. Ja. Met hem deelde ik denk 2 jaar lang hebben we een appartement gedeeld, of een zolder eigenlijk, op de Morsweg 7. Daar zat een bakker en die verhuurde de bovenste etage. Leuk. En daar zaten wij met z'n tweetjes. Toen kon je nog een kamer krijgen dus? Ja. Ja. Hier heb je die Morsweg weer. Ja, ik ging erg bont gekleed. Hè. Vaak natuurlijk met streepjes en bloemen en met allerlei kleuren. Lang haar. Bij FSW kon je de antropoloog altijd er makkelijk uitpikken. Dat waren de meest bonte figuren in het algemeen. Vroeger werd er ook altijd een verschil gemaakt tussen antropologen, westers en niet-westers, of niet? Ja, niet-westerse sociologie was meer de sociologie kant en de antropologie was meer de klassieke antropologie, klopt. Nou, dan heb ik nog een mooie foto van je Leidse tijd. Die is even weggevallen. Ja, oké. Okay. In het Van der Werf. Ja, die. Ja. Tweede van links, je ziet dat mijn haar steeds wilder wordt. Dit is zijn medestudenten, neem ik aan. Ja, links heb je Ariadne van Vliet. Zij is nu huisarts in Amersfoort. Ja. Tweede van rechts heb je Sandrine de Jong. Die werkt ook bij de Universiteit Leiden. Hebben jullie nog contact met veel mensen uit die tijd, of niet? Ja, toch wel. Ja, we zijn natuurlijk wat een beetje uitgewaaid over Nederland of zelfs over de wereld. Ja. Maar dat, het algemeen hebben we nog wel contact, klopt. Wat ga je studeren en waarom? En waarom in Leiden? Ja, ik heb eerst in Amsterdam gestudeerd, 1 jaar, wijsbegeerte. En dat vond ik op zich een leuke studie, maar ik voelde me niet helemaal op mijn gemak in Amsterdam. Ik vond het veel te groot. Ik voelde me echt heel erg verloren. En als ik in Leiden was, waar ik dan 2-3 mensen nog kende van mijn middelbare school, dan kwam ik altijd wel iemand tegen die ik kende. En dat vond ik al heel snel een heel fijn, bij dat dorpsgevoel geeft. Ik voelde me er snel op mijn gemak. Leiden is ook een kleinere schaal. Ja, natuurlijk. Het was een soort dorp, maar wel met alle stadse voorzieningen. Ja. En dat, daar voelde ik me al heel snel op mijn gemak. Dus toen ik na het eerste jaar dacht, misschien wil ik toch een andere kant op. Ik had een vak gezien dat heet antropologie. Ja. Dus land- en volkenkunde. Dat vond ik eigenlijk interessanter dan wijsbegeerte. En toen dacht ik, ik ga de sprong maken naar Leiden eigenlijk. Juist omdat ik me daar zo heel snel op mijn gemak voelde. Ja, dat is zo gebleven over. Dat is zo gebleven. Ik ben nooit meer weggegaan. Ik woon al meer dan 30 jaar hier. Ja. Antropologie dus. En dan ga je interesseren in een bepaalde richting. Ja. En daar hebben we foto's van. Maar je moet je iets over vertellen. Want je kiest dus kennelijk voor een... Een regio. Ja, je koos een thematische specialiteit. Bij mij was dat milieu of milieukunde. Ja.
En de regionale specialiteit was voor mij Latijns-Amerika. Ja. En ik heb toen 6 maanden in een kleine Indiaanse gemeenschap gewoond aan de oevers van het Titicacameer, 4000 meter hoog. Dat is wereldberoemd, hè, dat Titicacameer. Ja, fantastisch. Ja, het is ongelooflijk mooi. Heb je foto's van? Ja. Misschien kan je er wat bij vertellen. Als ik zat hier, het was eigenlijk een soort opslagruimte waar ze hun oogst van het vorige jaar bewaarden. Ja. Ze hebben toen een soort bed voor me gecreëerd, waar sliep ik op gevulde strozakken. In een slaapzak die ik had meegenomen, maar vaak met al mijn kleren aan. Het was onze zomer, maar hun winter. Het was stervenskoud. Ik had een bakje water naast mijn bed staan waar wat water in zat om er soms mee te wassen. Daar lag vaak een vliesje ijs op. Geen stromend water, meestal geen stroom. Natuurlijk nog geen computers, geen internet, niks. Eén keer in de maand ging ik naar La Paz om te kijken of de post voor me was aangekomen bij het Centraal Postkantoor. Hoe ver was dat? Dat was zo'n 4 uur met de bus. Ja. En er was ook een Nederlands gezin dat ik kende. Kon ik daar slapen, mijn kleren wassen, een keer douchen. En dan post ophalen en dan weer terug naar huis. Ja. Of naar dat dorpje. Dus dat was wel, je zou zeggen afzien. Maar het is tegelijkertijd dus ook werk geweest daar. Ja. Maar hoe langer het geleden is, hoe romantischer het is geworden, zou ik zeggen. Daar heb ik me echt vreselijk eenzaam gevoeld. Ja. Ook we hebben nog meer foto's van. Misschien nog leuk om het nog meer te laten zien. Kijk. Je ziet, ik ben niet erg groot, 1,80 meter. Maar daar stak je natuurlijk met kop en schouders boven de mensen uit. Daar rechts is de burgemeester. Waar herken je die aan? Nee, moet je toevallig weten. Je hebt geen tekenen, zeg maar. Nee. En daar heb ik dan eigenlijk 6 maanden met de mensen gepraat, op het land gewerkt, met mensen gaan vissen. We hebben nog meer foto's, hè? Ja. Die kunnen we een beetje doordraaien. Dus ik probeer als antropoloog zoveel mogelijk mee te doen met het lokale leven. Ja. Ja, echt erin opgaan lukt natuurlijk niet alleen door je uiterlijke verschijning. Maar zo probeerde ik een beeld te vormen van hoe zij ook met de aarde omgingen. Welke rituelen daar omheen waren, hoe ze naar de wereld om zich heen keken. Dus ik hielp gewoon mee als er gemeenschappelijke werkdagen waren. Ja. Hier werd er een sleuf gegraven om een waterleiding in aan te leggen. Dus je doet dan zoveel mogelijk mee, zodat de mensen ook zien dat je van goede bedoelingen bent. Ja, dat hebben Indianen ten opzichte van witte mensen, van blanke mensen natuurlijk niet altijd. Dus dat op het begin natuurlijk al met een soort achterstand. Tussendoor, vind jij dat je het woord Indiaan ook nog gewoon mag gebruiken? Ja, indigena zeggen ze in Latijns-Amerika. Indiaan is natuurlijk eigenlijk een verkeerde benaming, omdat Columbus dacht ooit dat hij in India landde. Maar Indianen, nee, dat kan ik niet zo. Ik probeer nu wel te zeggen, het woord witten, dat vind ik wel mooi. Vind je beter? Vind ik wel beter, ja. Over Bolivia, waar je dus gestudeerd hebt en een studie hebt gedaan van het volk. Daar heb je hem weer, met dat haar, zie je. Ja, Bijbelse profeet, zie ik eruit. Nou, ze accepteerden jou ook als Nederlander en van ver weg, zoals nou, je was. Nou, de eerste 3 weken waren echt heel zwaar. Er wilde niemand met mij spreken. Ja. Sommige mensen dachten dat ik misschien een spion zou zijn van de Boliviaanse regering. Ja. Om te kijken hoeveel land mensen hadden en om dan daar belasting over te kunnen innen. Terwijl ik dacht, ja, dat zou natuurlijk wel een hele vreemde undercover operatie zijn. Ja. Om mij dan daarop af te sturen. Toen was er een feest. Ik had eigenlijk besloten om het op te geven. Het zag eruit dat niemand met mij wilde praten. Ja. Toen was er een feest, dacht ik, nou dan blijf ik dan nog en ga ik daarna terug naar La Paz. Dan moet ik maar iets anders verzinnen. Ja. En op dat feest ben ik echt ontzettend dronken geworden. Uit frustratie ook, maar ook omdat je zoveel krijgt aangeboden. Ja. En een deel plengia aan moeder aarde. Maar ik was echt helemaal van het pad af. Ze hebben me naar huis moeten dragen met 2 man, terwijl ik dus over de grond sleepte met mijn voeten. Oh God. En de volgende dag dacht ik, nou ja, dit is gewoon het einde verhaal. En toen kwam ik buiten en toen bleek ik helemaal het mannetje te zijn. Toen was ik helemaal... Je hoorde erbij. Ja, toen had ik gezien dat ik van hetzelfde bordjes at als zij. Dat ik hetzelfde dronk, dat ik met ze meedanste. Ja. En toen dachten ze van, deze meneer heeft geen kwade bedoelingen. Dus dat was... Normaal gesproken zeggen ze, de drank maakt meer kapot dan je lief is. Maar in dit geval heeft het veel goed gemaakt. Ja. Ja, en dan ga je voor je promotie naar Ecuador. Ja. Daar hebben we ook wat foto's van. Ja, daar heb ik 14 maanden gewoond. Wat ging je daar bestuderen precies? Ja, in die tijd had je in Nederland had je van die Indiaanse muziekgroepjes. Ja. Ook in de Haarlemmerstraat stonden die. En die kwamen bijna allemaal uit 1 bepaalde regio in Ecuador. Uit het noorden van Ecuador. Stadje Otavalo. Ja, dat denkt iedereen. Ja. Maar ze komen dus allemaal uit Ecuador. Ja. En één vallei in Ecuador, het stadje Otavalo. Daar heb je omheen had je zo'n 75 Indiaanse gemeenschappen. En dat was eigenlijk een volk van zo'n 60.000 mensen. En die reizen eigenlijk over de hele wereld om muziek te maken. En om hun trui en dergelijke te verkopen. En omdat dat zo'n bijzonder fenomeen was, ben ik dus teruggegaan naar de basis. Heb ik daar 14 maanden gewoond. En heb ik eigenlijk een soort geschiedenis van dat volk geschreven. En ook om nou te zien, van hoe kan het nou dat uitgerekend dit volk zo is uitgewaaierd. Ja, ja.
Ik heb wel eens contact mee gehad. Er zaten hele gemeenschappen in Nederland ook die bij elkaar woonden zo. Ja, een voetbaltoernooi hadden in de Bijlmer, woonde een grote groep ook. Overigens is het vandaag, we hadden al die feestdagen in het begin. Vandaag is het in Peru wel de Dia de la Canción. Oh. Dus dat Peruaanse, dat zit er toch nog een beetje in vandaag. Ja, ja, mooi. En je bent gepromoveerd op dat volk en op hun uitwaaiering over de wereld. Ja. Hier zie je jou nog weer. Ik zie nu even in Ecuador. Ja, dat is in een meer in een oude vulkaankrater. Ja. Je promoveert, daar hebben we ook een fraai beeld van. De volgende misschien. Daar komt hij, denk ik. Ja. 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 Ja, dat is wel mooi. Dan zie je over mijn linkerschouder. Dus hier je hebt gezien links is mijn moeder. Ja. Rechts zit mijn vader. En wie zijn je paranimfen? Links is Martijn Visser. Die ken ik nog vanaf de brugklas. Dus die ken ik toen heel lang uit Delft. En rechts is Marcel Vellinga, een studiegenoot van mij. Die nu in Oxford, aan Oxford verbonden is. Die in Engeland woont. Dus dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Ten opzichte van, ik zat tegenover professor Michiel Bout. Die in dat moment ook die vader van Maxima Zorreguieta had onderzocht. Ja. Dus ik was natuurlijk ontzettend trots om daar dat proefstuk te mogen verdedigen. Ja. Met succes, begrijp ik. Ja. En intussen had je ook je vrouw leren kennen. Die mag niet ontbreken in dit programma. Ja, heb je Hamide Doğan. Ja. Hamide. Dus 13 september promoveerde ik. Ik was 2 dagen na 9-11. En 15 september waren we samen. Ze zei altijd voor de grap, toen ik eenmaal wist dat je die dokterstitel had, wist ik, daar kan ik bij thuis komen. Dat dus 15 september is onze datum. Heel goed, 15 september. Nou, dan ga je nu 20 jaar geleden. Ja, en dan ga je, overigens, en dat is een vruchtbaar huwelijk gebleken, want je hebt een dochter. Dochter van 15, Dunia, ja. Die op de Burggravenlaan Bonaventura College. Kijk aan. Toch weer katholiek. Ja, ja. Heel goed. Je gaat werken bij Jozer, daar heb je vast wel veel over te vertellen, maar ik wil meteen door naar die periode daarna. Je gaat schrijven, je bent aan het werk, maar je gaat schrijven en ik heb jou wel eens ontmoet in de periode dat je ook als leraar aan het werken was. Leraar godsdienst bij het Visser. Precies. Ja. En dan ineens maak je die draai, en dan komt dat eerste boek uit, Petrus Mysterie. Petrus, ja. Prachtige foto van Monique Schaal is dit, in de Pieterskerk. Ja. Het heeft in de Leids Dagblad gestaan en het onderschrift was dan een geschenk uit de hemel. Ja. Alsof het boek inderdaad uit de hemel was komen vallen. Even over dat boek. Er is iets bijzonders met de titel van dat boek. De bekentenissen van Petrus. Ja. Ja. Ik ben toen gedebuteerd bij Evelinde de Recht van uitgeverij Primavera Pers. Leids uitgeverij. Ja. Ja. En ik was eerst door 30 uitgeverijen afgewezen. En zij was eigenlijk de enige die daar iets in zag. Ook vanwege het Leids aspect. En toen later, omdat het boek het zo goed deed, ben ik opgemerkt door een grote uitgever in Amsterdam, HarperCollins Holland. Die weer deel uitmaakt van het grote internationale HarperCollins. En toen hebben zij de titel van haar overgenomen en toen is de titel veranderd in Het Petrus Mysterie. Ja, ja. Jij werd toen al meteen de Nederlandse Dan Brown genoemd. Ja, de Dan Brown van de Lage Landen zelfs. Ja, dat is wel een mooie titel natuurlijk. Mooie titel, ja hoor, vind ik wel, omdat het... Dan Brown, ik bewonder hem heel erg. Hè. Spannende boeken, veel godsdienst en geschiedenis zit erin. Ik heb toen wel gezegd, na het derde boek tegen de uitgever, nu kan hij wel een beetje weg. Yeah. Voor een voetballer is het ook leuk om de nieuwe Cruijff genoemd te worden of iets dergelijks, maar op een gegeven moment wil je op eigen benen staan. Yeah. Ik was leraar godsdienst inderdaad en daar nam ik afscheid. Ja. Met mijn vaste lokaal 206. Ja. I want to leave staat er ook. Staat dat erop? Ja, dat staat erop. Ja, I want to leave. We hebben een filmpje over het Petrus-mysterie. En daar gaan we even naar kijken. Okay. Hallo. In 1996 werd er in Leiden in de wijk Roomburg een bijzondere archeologische ontdekking gedaan. Er werd namelijk een Romeins ruitermasker van brons gevonden, nagenoeg intact. Grote consternatie onder archeologen, landelijk nieuws en dan is er iemand die het masker een naam geeft. En van alle namen die men kon verzinnen, werd er die van de zanger Gordon. De vondst van dit masker is het startpunt van de thriller De Bekentenissen van Petrus van Jeroen Windmeijer. Want in het boek wordt bij de opgraving van het masker ook een kist gevonden met daarin de mogelijke botten van Petrus. Plus 2 sleutels en een briefwisseling tussen Petrus en Judas die de gehele fundering van het christendom onderuit zou kunnen halen. Jeroen Windmeijer wordt marketingtechnisch wel eens de Nederlandse Dan Brown genoemd. En dat is niet eens zo gek. Met wetenschappers die historische kennis etaleren, kunstwerken die worden geanalyseerd en geheimen die het christendom
christendom onderuit kunnen halen en worden beschermd door een aloude, geheimzinnige en militante orde. En niet de tempeliers, zoals bij Dan Brown, maar de Duitse orde, opgericht in de 12e eeuw. De bekentenissen van Petrus is zo'n thriller die jou als lezer op meerdere fronten moet overtuigen om in het verhaal mee te gaan. Dat wordt ook wel suspension of disbelief genoemd. En één front waarop Windmeyer moet overtuigen is de enorme kennis die zijn hoofdpersoon Peter de Haan, een universitair archeoloog, maar ook de bijpersonages moeten hebben. Dit zijn slimme mensen en dat is uitdagend voor een schrijver. Peter had de Bijbel opengeslagen bij het 15e hoofdstuk van Handelingen van de Apostelen. Goed, hier, kijk, zei hij. Heeft het je nooit verbaasd dat zo ongeveer op de helft van het boek Handelingen Petrus uit het verhaal verdwijnt? Wat verder aardig is, is dat alles zich in Leiden afspeelt en dat de schrijver veel gebruik maakt van herkenbare plekken, zoals De Burgt, Rapenburg, Annie's verjaardag en het standbeeld van oud-burgemeester Van der Werf. Tegelijkertijd speelt de historie van de stad ook een rol, zoals de herkomst van de Pieterskerk en de belegering tijdens de 80-jarige oorlog. Dat was dus een stukje uit een bespreking van jouw eerste boek. Mm-hmm. Vond wel leuk om eens even nog terug te halen. Ja. Hier ben je bezig met een lezing. In die periode, denk ik, als ik het goed zie. Want ik zie aan de sleutels natuurlijk en de boekomslag dat die periode het is. Bij Scheltema, een beroemde boekwinkel. Ja. Leiden, het is de plek van je studie geweest. Het is de plek van je redding geweest. Jij zegt wel eens, Leiden is op een aantal punten heel cruciaal in mijn leven geweest. Ja, absoluut. Ik ben natuurlijk hier, als ik hier niet naartoe was gebracht, zou ik niet overleefd hebben. Ik ben hier komen studeren. Ik heb hier mijn vrouw ontmoet. Onze dochter is hier geboren in het Diakonesse ziekenhuis. En ik ben hier gedebuteerd met mijn boek over Leiden. Dus eigenlijk op 5 cruciale punten is Leiden ontzettend belangrijk geweest voor me. Ja, dat is mooi. En dat blijft denk ik ook wel zo. Ja, ik heb geen enkele reden om hier nog ooit weg te gaan. Dus ik heb toen na Petrus verscheen nog het Pauluslabyrinth en het Pilgrimvaderscomplot. Ja. Die drie boeken vormen de Leidse trilogie samen. Ja. Daar heb ik nog even een klein filmpje van. Oké, leuk. De Leidse trilogie. Mijn derde boek, het Pilgrimvaderscomplot, sluit mijn Leidse trilogie af. Die begon met de bekentenissen van Petrus en het Pauluslabyrinth. In het Pilgrimvaderscomplot staan de Pilgrimvaders centraal. Die worden beschouwd als de founding fathers van de Verenigde Staten. Ik verbind ze met onder andere de vrijmetselaars. En ik leg een verband met de Exodus uit het Oude Testament. Omdat de pilgrimvaders zichzelf vergeleken als het nieuwe volk Israël, dat vanuit Engeland op zoek was naar een vrij leven in het nieuwe beloofde land Amerika. Als je over Leiden gaat schrijven en je wil een religieuze thriller schrijven, dan kom je automatisch uit bij Petrus. Petrus is de beschermheilige van onze stad en de naamgever van de sleutelstad. Daar ben ik toen begonnen. Ben ik me in gaan verdiepen. Toen had ik nog heel veel materiaal over. Dan ben ik bij Paulus uitgekomen, eigenlijk de tweede beschermheilige van onze stad. En toen, omdat ik in mijn hoofd had om een Leidse trilogie te schrijven, zocht ik naar een goed onderwerp om een trilogie mee af te sluiten. En toen kwam ik bij de Pilgrimvaders. De Pilgrimvaders zijn enorm belangrijk geweest voor de Verenigde Staten. Ze hebben ideeën meegebracht als scheiden van kerk en staat, vrijheid van godsdienst, vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, het burgerlijk huwelijk. Ja, en dan zien we hier die foto. Dit is in Peru volgens mij. Klopt. Want op een gegeven moment was je klaar met die Leidse trilogie. En toen heb je de blik wat verschoven. Ja, ik dacht op een gegeven moment. Ik zei net, Leiden is natuurlijk vrij klein. En dat is natuurlijk ontzettend fijn. Maar in boeken als de mijne heeft vaak één iemand heeft iets wat iemand anders wil hebben. En dan eigenlijk rennen ze achter elkaar heen. En ik dacht, ik kan ze wel weer een rondje om de Pieterskerk laten rennen. Of weer naar de Hortus laten gaan bij de Burg. Maar ik dacht, het is ook wel eens goed. Om nu de blik wat te verruimen misschien. Toen dacht ik, dat verhaal van de offers, gebaseerd op mijn veldwerk in Bolivia, dat wil ik nog eens wat mee doen. Ik ben al mijn leven lang gefascineerd door ufo's. Ik heb hier hetzelfde t-shirt aan als bij het afscheid op school. Ja. Ik heb dat boek gelezen ooit van Waren de goden cosmonauten van Erich von Däniken. Die stelt dat de aarde ooit is bezocht door aliens. Ja. Die allerlei dingen heeft achtergelaten. In het zuiden van dat Peru. Dat zijn die beroemde lijnen in de woestijn. Nazca-woestijn, en daar zie je bijvoorbeeld die aap. En je ziet een figuur dat inderdaad iets weggeeft van een alien. Die is 200 meter groot, tegen de rotswand uitgehouden. En dat is in een heel droge woestijn, een van de droogste plekken op aarde. Waar tekeningen liggen van 300 meter groot. Ook van zo'n aap of van een kolibri of een spin. En daar vliegt in zo'n chestnaatje overheen. En mijn boek, De Genesis-sleutel, speelt zich helemaal daar af in Nazca. Ja. Ja. En dat wordt ook een trilogie? Ja, ik heb net vorige week mijn manuscript ingeleverd. Dat speelt zich op Paaseiland. En dan heb je eigenlijk weer drie boeken. Weer drie
Ja, brief ik een thematisch mooi verbonden aantal. Boeken. Ja, thematisch. Ja. Dezelfde andere hoofdpersonen, ook de verhalen staan los van elkaar. Ja. Paaseiland zou ik eigenlijk vorig jaar naartoe zijn gegaan, vorig jaar september, maar dat kon natuurlijk in verband met corona niet. Dus nu ben ik vooral heb ik op YouTube en dergelijke filmpjes gekeken. Ik heb hier in Leiden contact gehad met professor Jan Boersema, die een boek heeft geschreven over Paaseiland. En eigenlijk de Paaseiland-expert is. En hij leest mijn document op dit moment na, om te kijken of het een beetje klopt. Nou, ik ga nog weer wat stapjes maken met je. Mm-hmm. Ik meld even aan alle mensen thuis dat er een enorme hoeveelheid vertalingen van jou verschenen is. Ja, heel bijzonder. Al heel snel, hè? Ja. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met die internationale uitgever waar je ondergebracht bent, klopt. Waar je zelf bij uitgegeven wordt. Maar in het Duits en het Engels en... Ja, Italiaans, Portugees, Tsjechisch. Kijk aan. Dus ik heb die HarperCollins Holland waar ik bij zit, die maakt deel uit van HarperCollins. Dat is de op één na grootste uitgever ter wereld. Dus wat zij doen als een boek van mij uitkomt, dan laten ze de eerste paar hoofdstukken vertalen. En die sturen ze eigenlijk de wereld rond. Ja. En die gaan er dan op in. En net 2 weken geleden is Petrus uitgekomen in Engeland, Amerika en Canada. Ja. En over 2 weken komt Petrus uit in het Duitse taalgebied. Ja. Dus dat is natuurlijk echt fantastisch. Wat bijzonder is, althans in Nederlandse verhoudingen, dat is dat je besloten hebt om ander werk eigenlijk, met name het onderwijswerk, om dat vaarwel te zeggen, en te gaan leven van je pen. Ja, dat is inderdaad, er zijn niet veel schrijvers die dat kunnen, dus daar heb ik inderdaad echt geluk mee. Ik heb natuurlijk in 6 jaar tijd 7 boeken gepubliceerd. Ja. 2 met Jacob Slavenburg, het Isis Schijn met Eva Complex. Die zagen we net op die foto. Ja. Die meneer Jacob, die heeft nu vorige maand publiceerde hij zijn 50ste boek. Hij is eind 70. Hij weet echt ongelooflijk veel van al die onderwerpen waar ik me ook mee bezig hou. En eigenlijk heb ik die boeken geschreven, maar gebaseerd op zijn synopsis, op zijn kennis en ideeën. Ja. Ieder hoofdstuk heb ik aan hem voorgelegd en hij kon dat dan beoordelen of dat of er iets uit moest of juist iets in moest. Ja. En zo is het echt een 50-50 iets geworden. Ik wil nog even dat plaatje laten zien van dat overzicht van dat werk. Dat vind ik zo indrukwekkend, want hier kunnen de kijkers ook zien dat er al die talen erin zitten, hè? Italiaans en Duits en... Portugees, Maar er zit er eentje tussen die ik nog even alleen afzonderlijk wil laten zien. Dat is die, Wegwijzer. Wegwijzer, met Jos van Duinen. Ja, dat is een bijzonder boek. Absoluut, ja. Jos en ik hebben toen 60 genootschappen bezocht of gemeenschappen. We deden dat om de week. Ja. En de ene keer kon je in Leidschout deed ik mee met tai chi oefeningen. En dan was Jos een week later in een gevangenis in Alphen aan de Rijn om een dienst bij te wonen. En al die richtingen zitten in het boek. Ja, elke week verscheen dan in het Leids Dagblad een stuk daarover met een foto, 500 woorden. En die zijn gebundeld en uitgegeven door Muze uitgeverij. En dat is eigenlijk een ontzettend mooi boek geworden. Wat ook een ongelooflijke rijkdom van Leiden weergeeft. Ook gebouwen waar ik dus al 30 jaar langs fietste. Zoals de Christengemeenschap of bij Theater Ins Blauw heb je ook op elke zondagochtend een groep mensen die samenkomen. Ja, dus dat is een wat ander soort werk. Ja. Nee, wij spoeden al een beetje naar de tijd toe. Mm-hmm. Dus ik wil je nog in ieder geval vragen wat op de kortere termijn de plannen zijn. Ja, nou, volgend jaar dus komt Paaseiland uit en komt het 3e boek uit van Jacob Slavenburg en mij. Dat gaat over Maria Magdalena. Ja. En dan heb ik nu 3 contracten getekend voor 3 nieuwe boeken. Die gaan zich in Delft afspelen, waar mijn middelbare schooltijd zich afspeelde. Op 18 en 19 ben ik natuurlijk naar Leiden gekomen. Maar Delft ken ik natuurlijk ook goed. Hè. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid in mijn puberteit. En daar zit natuurlijk genoeg geschiedenis. Daar heb je het Koningshuis, je hebt daar Vermeer, waar ik zo eventjes aan denk. De binnenstad lijkt ook heel erg op Leiden met de gracht en de grachtenpannen. Mag ik tenslotte nog van je vragen? Het is vandaag 31 oktober, hervormingsdag. Morgen is het Allerheiligen en overmorgen is het Allerzielen. Is dat nou typisch ook stof voor Jeroen Windmeijer? Ja, in de Genesis-sleutel, dat speelt zich af rond 31 oktober, 1 2 november. Op de dag van de doden, zoals het in Latijns-Amerika heet. En dat speelt daar absoluut een grote rol in. Ja. Want dat zijn de thema's die jij interessant vindt, hè? Ja, ik vind het altijd leuk om godsdienstige en historische thema's in mijn boeken te verwerken. Wat mensen leuk vinden aan mijn boeken, is dat er dus heel veel godsdienst en geschiedenis in zit. Dus dat je niet alleen een spannend verhaal hebt, maar dat je ook nog iets van opsteekt. Het grappige is dat mensen die kritiek hebben op mijn boeken zeggen, er zit heel veel godsdienst en geschiedenis in. En mensen die mijn boeken mooi vinden zeggen, er zit heel veel godsdienst dat en geschiedenis in. Dat vinden ze dan juist leuk, Dus, maar in het algemeen zijn de mensen die het mooi vinden, zijn in de meerderheid gelukkig. Dankjewel, Jeroen.
Het zit erop. Dankjewel voor je komst. Ik vond het erg plezierig dat je de tijd wilde nemen. Dankjewel voor het kijken.